Dit is Radio Vuurwerk. Premières op Kiem zal dus cresson zijn. Als ik cresson hoor, dan denk ik aan tuinkers. Vertel eens Ruben, wat heb je met tuinkers? Wel, ik ben al een lange tijd bezig met zorgzaamheid in de cultuur en in performance. En ik zocht eigenlijk naar een collega die volledig afhankelijk zou zijn van mij. En alle zorg die ik geef. En ik dacht, is het mogelijk om tuinkers uit uw handpalm te laten groeien? Dat antwoord weet ik nog steeds niet, maar dat zullen we in september wel zien. Hoe kom je op zo'n idee? Is dat dan op de markt of zo? Of is dat omdat je tuinkers ziet? Hoe kom je daarbij? Wanneer heb je die inval gehad? Het is eigenlijk al lang geleden dat ik nog eens tuinkers heb gezien. Maar het is zo dat ik niet echt doorheb hoe dat ik op mijn ideeën kom. Die overvallen mij een beetje. Soms is dat op de markt, soms op de bus. Het is wel veel wanneer ik auto rijd, dat weet ik wel. Maar het kan ook soms echt uit een droom komen, letterlijk wanneer ik slaap. Ja. Je bent een vriend aan huis, hè. Je bent al jaren hier als resident en als maker aanwezig. Wat is zo het tofste voor jou dat je al gedaan hebt hier, het tofste project? Ja, ik stelde die vraag ook aan Pascal, omdat ik zelf niet meer altijd goed herinner wat ik hier dan gedaan heb. Maar als ik dan ook u bekijk, Ronald, dan denk ik onmiddellijk aan Diesel Nation, waar dat je zelf een beetje mee aanwezig was. Dat is een project dat nu al 3 jaar geleden al zich heeft ontwikkeld hier samen met de Grote Post. Zij hebben ook een co-productiebudget gegeven, waar ik heel dankbaar voor ben. En Diesel Nation is eigenlijk een voorstelling, een theater- en dansvoorstelling voor camionchauffeurs op de tankstations tussen Oostende en Warschau in Polen. Dus het eerste deel van die voorstelling was een voorstelling spelen tussen de camions op de tankstations. En het tweede deel was die vertalen naar het theater en dan de camionchauffeurs uitnodigen in de zaal. En dat is hier in de Grote Post ook gebeurd. Ja, en vertel eens, hoe viel dat mee op die parkings? Rond Warschau bijvoorbeeld. Wat zijn reacties van de truckers? Wel, ik moet eerlijk toegeven dat toen ik aan het project begon, ik ook best wat vooroordelen had. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Ik denk dat veel mensen wel zo'n beeld scheppen bij een camionchauffeur. Maar doorheen dat hele project is totaal het omgekeerde gebleken. Er was een beetje spanning wanneer dat we echt op de deuren van de camions gaan aankloppen. Maar op het moment dat zij doorhebben dat wij dat gratis voor hun doen, met heel veel liefde voor hun vak. Wij gebruiken ook veel objecten en muziek waar zij mee in contact zijn. En die liefde is gewoon direct voelbaar, denk ik. Wij merkten ook dat achteraf, na de voorstelling, er nog veel mensen wouden blijven babbelen, iets samen drinken, iets van hun cultuur laten zien. Allee, het was echt zo'n opening in cultuur. Fantastisch. En waar ben je nu mee bezig op dit moment? Verschillende dingen. Het is zo dat ik samenwerk met collega Milan van Bortel. Die doet gedeeltelijk tekst en gedeeltelijk dramaturgie. En die zal ook tijdens cresson aanwezig zijn. Ja, ik moet nu aan Meeuwen denken. Ja. Inderdaad, dat is ook pas gebeurd. We hebben een paar fantastische performances gedaan met onder meer, ik herinner mij, een bord dat je op het strand hebt geplaatst. Hè, waar dat verboden... Ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, ik zal het zeggen, Ronald, want ik ben kunstenaar en dat wordt van mij dan geaccepteerd. Het is verboden te kakken, met uitzondering van Meeuwen. En dat bord staat trouwens op de dijk. Ik heb dat bevestigd op de dijk. Ja. Dat zeg ik er ook even bij, nu dat ik toch in de mood ben. En ook met een schietschijver op je hoofd, heb je ook rondgelopen. Hè? Dat klopt. Dat de Meeuwen kunnen mikken. Dat klopt. Nee. Oké, en we gaan je dus met cresson aan het werk zien tijdens Kiem, maar ook nog in een andere voorstelling, in Relaxed Performance, denk ik. Permit, My Soul to Rebel. Wat ga je daar doen? Ja, dat klopt. Dat is een project van Sideshow. Dat is van Aline Breuker en Quintijn Ketels. En tijdens Permit is eigenlijk begonnen als een relaxed performance, waarbij dat de inhoud per se al relaxed is. Dus het is een gegeven dat vooral in Groot-Brittannië wordt gedaan, waarbij dat er een voorstelling, bijvoorbeeld van Shakespeare, relaxed wordt gemaakt. Dat betekent dat de stimuli worden gereduceerd, zodat mensen met een
een neurodiverse problematiek daar gemakkelijker naar kunnen gaan kijken. Permit is zo dat we die hebben gemaakt vanuit het idee om die relaxed te maken. Dus er bestaat geen niet-relaxte versie van Permit. En daarin ben ik samen met nog een Oostendse kunstenaar, Camille Peisha, zijn we alle twee acrobaten in de voorstelling. Ja. Welkom bij Radio Vuurwerk, live vanuit de Grote Post in Oostende.